Hallo en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over energieopslag. We halen het uit de zonnepanelen, stoppen het uiteindelijk in deze batterijen. En zeker 's nachts of op je boot halen we het weer uit de accu's met een omvormer. Zodat we gewoon altijd stroom hebben en dat je eigenlijk nooit meer aan de walstroom hoeft. Jack it up. Het is natuurlijk al heel lang aan de hand. Opslag van thuis, energiezuinig, zonnepanelen, warmtepomp. Maar wat nou heel vaak gebeurt, en dat gebeurt echt al jarenlang in een boot, is sla de energie op in accu's en gebruik deze 's nachts of wanneer we te weinig zonne-energie hebben, weer uit de accu's, zodat we helemaal op nul kunnen draaien, dus eigenlijk helemaal energie neutraal. Daarvoor hebben wij hier twee accu's staan van 4,8 kW. Dan hebben we hier een omvormer liggen en deze omvormer is 5000 watt. Ik kan er heel veel over vertellen en heel erg ingaan op de specificaties van de apparaten, maar dat lijkt mij in deze video helemaal niet zo interessant. Ik ga het in eerste instantie gewoon hebben, wat doet het, wat kan je ermee, en over de specificaties, over wattages, kilowatts, welke dikte kabels je nodig hebt, daar gaan we het in deze video niet over hebben. Maar overigens is deze installatie bedoeld voor een klant, deze gaan we ook installeren bij een klant. En dat gaan jullie in de volgende video zien, dus houd dit kanaal zeker in de gaten. Abonneer eventjes en geef een leuk blauw duimpje omhoog voor mij. Dan weet ik in ieder geval dat ik goed zit en dat jullie de video leuk vinden. Maar in dit geval gaan we het hebben over wat doet het eigenlijk allemaal, wat kan je ermee. En kun je dus eigenlijk gewoon 's nachts, de hele nacht, op je eigen opgewekte energie leven. En het antwoord daarop is ja. Uiteraard is het natuurlijk wel heel belangrijk hoeveel gebruik je dan 's nachts. Dat zullen we dan eerst moeten uitmeten, zodat we zeker weten dat we de accu's groot genoeg hebben om jou de hele nacht en eventueel een donkere dag te kunnen voorzien van stroom. Maar dit zijn dus de batterijen, dit zijn er twee. Dit kunnen we helemaal doorkoppelen tot een hele grote stapel, zodat je eigenlijk misschien wel een hele week zonder zon zou kunnen. En dan hebben we hier de omvormer liggen en deze omvormer is dus 5000 watt. En deze zorgt er dus eigenlijk voor dat deze batterijen, hier zit 48 volt in, omgevormd worden naar 220 zoals jij thuis gewend bent in je stopcontacten. Nou is het zo dat deze machine of dit apparaat komt eigenlijk gewoon tussen wat van het net afkomt en daarna waar je meterkast zit, daartussen komt hij te hangen. En hij zorgt er dus voor dat hij eigenlijk altijd voor wat naar buiten gaat zoveel mogelijk op nul probeert te houden. En dus 's nachts is dat wel heel belangrijk natuurlijk, want als je 's nachts, ik noem maar wat, 1000 watt gebruikt, dan zorgt deze machine ervoor dat het 1000 watt in ons eigen netwerk hier, zeg maar, in huis erin gaat, zodat wij in ieder geval niks van het net nodig hebben. Nou hebben we buiten dit systeem hebben we ook nog een Servo GX. Dit is eigenlijk het hart van het systeem. Deze communiceert met de meter wat gaat er eigenlijk in en uit. Hij vertelt tegen de omvormer wat er moet gebeuren en of die nou stroom moet leveren of dat hij juist zoveel stroom heeft uit de zonnepanelen dat het in ieder geval teruggaat. Dit is eigenlijk het hart van het systeem. Dus eigenlijk wat we hier hebben liggen op tafel met dit systeem kunnen we hem geheel zo maken dat hij dus in jouw thuisomgeving of in jouw boot geheel kan werken. De situatie waar wij hem gaan plaatsen, dat is een huis waar al 10 zonnepanelen aanwezig zijn. Deze worden al omgevormd door een omvormer naar 220 en die gaan we rechtstreeks aansluiten op de Victron. We kunnen dat eigenlijk veel efficiënter doen door de zonnepanelen rechtstreeks op deze MPPT 450 aan te sluiten. Ook heel ingewikkelde tekst, maar wat doet deze? Hier gaan de zonnepanelen op. Deze vormt het om tot 48 volt en gaat rechtstreeks naar de accu's. En anders worden de zonnepanelen eerst door de omvormer omgevormd naar 220, dus wat je uit je stopcontact krijgt. Dan gaat het hierin en deze laat het weer terug naar 48 volt, zodat de accu's weer volgeladen worden als je dus genoeg energie hebt. Nou, in de volgende reeks video's ga je dat allemaal zien in de informatie. Ik hoop dat deze video iets duidelijker heeft gemaakt over wat er eventueel mogelijk is. Heb je nou vragen? Want ik kan me voorstellen, dit is natuurlijk super ingewikkeld. Het ziet er allemaal heel eng uit met allemaal draden en dingen. En hoe moet dat dan allemaal? Neem gerust contact met mij op. Mijn contactgegevens staan hieronder in de beschrijving van de video. En dan gaan we er samen naar kijken wat je eventueel nodig hebt. Vind je het leuk om deze reeks video's te volgen die hier over dit onderwerp gaan? Hou dan dit kanaal aan de gaten, abonneer het op het kanaal en geef een leuk blauw duimpje omhoog.